Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben super fris geschoren. Het is echt wel gek hoe dat je eruit ziet nadat je je scheert. Als je je baard zo eventjes hebt laten staan. Je wordt het dan gewoon en dan scheer je dat af. En dan lijkt dat super kaal. En dit is vandaag het geval. Holy shit. Ik heb hier ook ergens een vlekje van boven op mijn sensor. Hier zo. Jullie hebben waarschijnlijk misschien al gezien in de vorige vlogs. Als ik zo in het licht ga, dan zit er hier een vlekje. En dat betekent niet dat mijn lens vuil is, maar dat betekent dat er een vuiltje zit binnenin in de sensor. En ik weet niet hoe dat het kan, want sinds dat ik die lens er heb opgezet, heb ik die lens er ook niet meer afgehaald. Dus hoe de fuck is dit mogelijk? Ik snap er niks van. Niks aan te doen, we gaan hem waarschijnlijk terug moeten laten uitkuisen. De vorige keer heeft me dat 60 euro gekost. En ik hoop dat we dat toch ergens kunnen doen waar dat gewoon voor 30 euro is. Dat is de normale prijs. Zoveel betaal ik ook altijd in knokken. Maar hier in Haarlem, 60 euro. Alles is hier twee keer zo duur. Niet alleen de huizen, ook de camera's. Hoppakee, of ja, de mensen die je camera's komen uitkuisen. Hey! Oei oei oei, al jullie eten is op. Holy shit. Het is niet te geloven. Oh, dit ligt. Het is niet te geloven hoeveel dan de katjes eten. Elke nacht eten ze al die korrels op. Hoppakee. Check dit. Hoppa. Dit zijn de korrels dat ik geef. Dat zijn hele goeie. Dus ja, het is wat het is. Ze eten het elke keer op. En als ik andere geef, dan gaan ze het niet op eten. Hoppakee, eet smakelijk jongens. Willen jullie ook nog een zakje? Hoppakee, een zakje voeding. Katjes zijn aan het eten. Jullie zien het, boef bij de natte voeding en lijpen bij de korrels. Ik denk dat lijpen minder van die natte voeding moet hebben, omdat de korrels zo lekker zijn. En dan kiest ze voor de korrels. Tenzij dat er zo paté wordt gereden, zo van die kleine bakjes of zo lever. Allemaal van die speciale dingen, dat is super graag lust. En dat geven we ook af en toe. Dus ja, ze worden wel verwend. Hoppakee. Wat zit er hier allemaal in de frigo? Jullie zien het, het is echt wel een roevolle frigo. Ik denk dat we brood moeten nemen. Hey! Ze wil natuurlijk die kippenfilet dat daar ligt. Dat is het allerlekkerste. Maar dat gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Oké, ja, ik ga de tafel dekken en we gaan lekker eten. Hoppa, uit de kanten. Woep woep. Oké, super vet. De tafel is gedekt. Shirley die is nog eventjes aan het bellen met haar moeder. En jullie zien ook dat er super veel van die potjes staan. Dat zijn ze van die aanbiedingen. 3 potjes kopen en 5 euro betalen. Uiteindelijk eindig je dan met veel te veel potjes. Dus ja, de Nederlandse cultuur zit er hier echt al in geburgerd. Check dit. Van die oude kaas van de biomarkt. Jonge kaas, hasp, kip, nog meer kaas. Allemaal lekker eten. We hebben tijgerbrood. Dat wordt een lekker ontbijtje. Sowieso. En check dit. Ik heb hier de bronnen erbij gehaald. Want jullie vragen altijd, Benoit, als je met informatie afkomt, gelieve ook de bron erbij te vermelden. Dit is mijn bron. En ik ga jullie tonen hoe dat je jezelf eigenlijk gelukkiger kan maken. Als je niet zo goed in je vel zit of wat dan ook. Ik weet dat veel mensen die tips kunnen gebruiken. Dus bij deze gun jezelf een cacao shake. Cacao poeder is geen Nesquik of zo. Er zit er geen suiker in, wat dan ook. Dat is rauwe cacao. Dat zijn gewoon de cacao bonen versnipperd in poeder. En dat is echt wel super lekker om een cacao shake mee te maken. Check dit. Boef is daar aan het wandelen. Altijd super mooi om te zien. Echt wel vet. De katjes op de dak. Heel mooi. Oké, ik heb ondertussen 3 bananen hier ingestoken. Ik raad het eigenlijk aan om met 2 bananen te doen. Maar we zijn met 2. Shirley drinkt waarschijnlijk een beetje minder. Dus ik dacht, 3 bananen is ideaal. Als het goed is, zit de cacao in deze kast. Oei, 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 oei. Of misschien in deze kast. Yes, dit is de cacao. Check ook altijd goed dat het echt cacao poeder is. Gewoon de rauwe cacao. En hier hebben we het hoofdstuk rauwe cacao. Hoppakee, jullie zien het. Ik ga eventjes voorlezen.
Cacaobonen bevatten meer dan 1200 chemische bestanddelen en behoren dan ook tot de meest complexe substanties op aarde. Ze hebben een zeer hoge concentratie aan natuurlijke antioxidanten en 15 keer zoveel als blauwe bes. Dus dat is gewoon insane. Blauwe bes is bekend voor de antioxidanten, maar cacao heeft 15 keer zoveel antioxidanten. 15 keer zoveel als blauwe bessen, 20 keer zoveel als rode wijn, 30 keer zoveel als groene thee. In rauwe cacaoboon zitten veel magnesium, zink, chroom en vitamine C. Ze helpen tegen depressieve gevoelens en ondersteunen het hart en de hersenen. Omdat ze een van de beste bronnen van magnesium zijn, beschouwen voedingswetenschappers ze als een goed middel tegen ADHD-symptomen. Ideaal. Maar als deze effecten... heeft de cacaoboon alleen zijn zuiverste rauwe vorm. Verhitte en bewerkte melkchocolade heeft altijd bijwerking vanwege het toegevoegde vet en de geraffineerde suiker. Je kunt een paar rauwe gepelde cacaobonen in je superfoodsmoothie doen, maar ze zijn ook verrukkelijk als je ze puur eet. Dat zou ik niet aanraden. Ik doe het soms, maar ik zou het niet aanraden. Vind je ze te bitter? Probeer dan eens een mengsel van goji berries, cashewnoten en stukjes van rauwe cacaobonen. Dat is een heerlijk tussendoortje en vervangt 's middags de chocoladereep. Je kan ook gewoon een goede, gezonde chocoladereep kopen als je wil. Rauwe cacaobonen zijn ook nuttig als je aan de lijn doet. Met chocolade afvallen, niet slechter. Rauwe cacao, blablabla. En dan heb je hier een heel recept. Dus ja, het komt er gewoon op neer, dus het vol met zotte shit. En het helpt tegen depressieve gevoelens. In deze tijd de dikste aanrader. En het is geen mythe dat chocolade je gelukkig maakt. David Wolf heeft ook een boek. Naked Chocolate. En dat is een boek dat alleen maar over chocolade gaat. A.k.a. over cacao. Wayo. Kijk eens aan hoe vet dat eruit ziet. Damn. Straks een beetje havermout erbij. Een beetje melk. En we hebben een cacao shake, gelijk dat ik het noem. Ik en Sanne van Tom en dronken dat vroeger superveel en we knalden altijd op die cacao shakes. Goeie tijd. Let's go! Ditje aan het doen. Dus ik ga toch wel eventjes stiller praten. Ik was hier bezig met editen en het ziet eruit dat ik een Kendama edit ga maken, dat weten jullie al. Maar ik had ook nog clips van een Castel de Fel en Barcelona BMX clips en misschien ga ik die in elkaar verwerken. De Kendama tricks zijn 16:9 gefilmd en de BMX clips 4:3, dus we moeten nog kijken hoe dat we dat gaan oplossen. Misschien kunnen we dat zo op een bepaalde manier editen. Ofwel ga ik het gewoon allebei apart doen. Ik heb ongeveer 1 minuut BMX clips vanuit Castel de Fel. Maar echt allemaal super goede clips. Dus ja, ik weet echt niet wat ik ermee moet doen. Als ik dat nu in een combo edit moet steken of als ik daar een mini editje van wil maken. Ik ga sowieso het komende jaar denk ik geen BMX clips meer filmen. Dus het is zonde als ik er zo lang mee wacht om dat online te zetten. Dus ja, ik zou dat eigenlijk wel zo snel mogelijk in iets willen verwerken. Het maakt niet uit wat, maar het moet gewoon passen. De muziek gaat super vet zijn. Ik denk dat ik een song heb en ik ga straks terug naar buiten om nog een Kendama clip te filmen. Sowieso. Kendama edits zijn eigenlijk wel heel vet om te maken. Dat kan je gewoon zelf maken. Het enige dat je nodig hebt is een camera en een statief. Op dat statief heb je zelf niet nodig. Je kan je camera gewoon zetten waar dat je wil. Maar ik ga voor deze clip van vandaag een statief gebruiken. En we gaan richting het water. Let's go! Oké, holy shit. Ik ben hier op de spot waar ik waarschijnlijk een clipje ga filmen. Dit lijkt echt wel de ideale spot. Er is hier wel redelijk veel verkeersdrukte. Check deze guy.
deze guy heeft zijn pekkel vergeten dicht doen. En ik denk dat hij het niet door heeft, omdat hij misschien oortjes heeft kapot lagen. En check dit. Wat is dit? Wow, yo, dat drijft nog goed ook. Wat? Kan ik hierop staan? Oh, net niet. Oh, net wel, net niet. Hier kunnen we dus niet op staan. Dat zijn hier homies dan een vlot hebben gemaakt met afval. Maar voor zover dat ik zie, komt er allemaal afval ook in het water terecht. Holy shit, check dit. Allemaal van die flesjes, die zijn ondertussen nog helemaal rot. Oké, leuk concept, maar volgens mij helemaal mislukt. Je moet grotere flessen gebruiken. En als ik dat zo zie, is het volgens mij wel makkelijk mogelijk om te doen. Want dit drijft bijna en het zou van mij een 0 op 10 krijgen. Dus als dit bijna drijft, check dit. Oh shit. Holy shit. Check dit, dit drijft. Super riskant, maar het werkt. Oké, in ieder geval, misschien moeten we ooit ook een keer een vlot maken. Dat mag hier blijkbaar gewoon liggen. Dit telt waarschijnlijk als boot, heel raar. Ofwel heeft de politie dat nog niet gezien. Ik ga alles sinds mijn camera hier, ik denk hier, ongeveer zo zetten op statief en daar gaan staan. En een super vette clip proberen filmen. Let's go, ik ben stoked. Ik hoop dat jullie ook stoked zijn. Het is hier redelijk druk. Maar we gaan ons er niks van aantrekken. Ik heb mijn andere camera ook nog mee. En daarmee kunnen we misschien een timelapse nemen. Dat zou super chill zijn. Joe! Oké, yes. Ik denk dat dit een goede angle is. Zeker zo met de avond is dat extra vet. Ben ik goed gefocust? Even checken. Ik denk van wel. Yes. Ik ben perfect gefocust. Hoppakee. Ik weet nog niet welke trick dat ik ga doen. Ik begin gewoon met spelen en dan bedenk ik een trick. Ik heb mijn clip redelijk snel kunnen filmen, dus dat is echt heel chill. Ik heb een timelapse genomen van deze brug, dus dat gaat er ook super nice uitzien. Die clips gebruik ik zowel in de vlog als voor in mijn edit. Mijn edit ga ik sowieso een beetje opvullen met b-rolls, dat is veel nicer. Als je dat doet, dan kan je met minder clips één video maken en dan is het niet alleen maar kanda, maar kanda. Dan heb je zo'n beetje die lifestyle vibe en dat vind ik persoonlijk altijd veel cooler in video's. Hoppakee, Haarlem is echt wel mooi s'avonds. Check dit. Eens aan alle lichtjes aan zijn, reflecteert dat ook zo in het water. Oeh, dat is eigenlijk echt wel mooi. Misschien voor mijn volgende clip moet ik niet eens verplaatsen. Misschien kan ik hem gewoon hier filmen. Als ik mijn statief... Oh shit, mijn kendama valt. Als ik hem hier kan plaatsen, mijn statief, en dan hier kan spelen. Oh shit. Dat is gewoon super vet. Ik ga hem eventjes mooi afstaan. Kijk, kijken. Oh shit. Oeh, die gebouwen zijn mooi. Damn. Oké, chill. Zo staat hij goed. Nu nog die rugzak weg al. En volgens mij is dat een vette clip. Yes. Stoked. 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 Hoppakee. Holy shit, ik heb deze trick nog nooit geland en ik heb hem nu voor de eerste keer in het donker geland. Het was zo moeilijk, mijn handen werden koud, ik zit hier echt al fucking lang te spelen. En ik denk dat ik hem nog redelijk clean heb gehad. Ik hoop dat het beeld goed is, want het is echt wel al donker. Ik heb mijn camera gelukkig niet op 60 frames gezet, maar op 30. Zo heb je een beetje meer lichtinval en heeft de camera ook minder moeilijke tijden met autofocussen en al die dingen. Fucking chill. Ik heb hem geland. Damn. Yes, ik ben stoked. Joe. De batterij van mijn camera was opeens leeg, dus ik heb niks meer kunnen verder filmen. Het is ongelooflijk hoe snel die batterij leeg gaat.
als ik die camera buiten laat staan, constant laat filmen op 60 frames in de go. Dat is niet normaal. Ik heb 2 batterijen gesloopt op 2 uur tijd. Ik wil jullie alleszins bedanken voor het kijken, bedanken voor de support. Ik heb daar net al een beetje gewerkt aan de edit en de video gaat super vet worden. Ik heb nog BMX clips van Bilbao. We gaan dat allemaal in 1 video steken. B-rolls, Kendama tricks. Het wordt vet. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 5 uur. Peace out. Ciao, ciao. Yo.